bij De Boer is Troef, een nieuw agrarisch programma van Omroep Gelderland. In 11 afleveringen neem ik u mee naar de verschillende agrarische sectoren die de provincie rijk is. Ik ga bij de boeren op bezoek, help ze een handje mee, maar bespreek met hen ook de actuele zaken, hun zorgen, maar vooral de liefde voor hun vak. En vandaag start ik bij een melkveehouder hier in Ophemert. Dit is Cor. Hi Cor. Hoi Esther. Ik krijg van jou een rondleiding vandaag, toch? Ja, dat is de bedoeling. Ik ben leuk dat je er bent. We hebben voor jou zo ook een overal als je tussen de koeien gaat. Dus Nou, ik heb er zin in. Goed zo. Zullen we gaan? Ja, leuk. Zo, netjes. Nou, nu ben ik klaar, Cor. Overal aan, laars aan. Dan gaan we bij de koeien kijken. Nou, helemaal goed. Ja, helemaal. Ja. Maar vertel mij nou eens, wanneer geef een koe melk? Als hij een kalfje heeft gehad. Prima. Er zijn heel veel mensen die snappen dan niet dat dat ieder jaar moet gebeuren. Want hoeveel koeien heb je nou eigenlijk? En kalfjes? We melken hier ruim 200 koeien. En dan lopen er ook nog een jong vee, ook nog eens een kleine 200. Dus er lopen 400 stuks vee op dit bedrijf. En dan in verschillende gedeeltes? In verschillende gedeeltes en verschillende stadia. Dit is mijn afkalfstal. Hier bevallen de koeien, krijgen het kalfje. En dan gaan ze naar de grotere stal waar gemolken wordt. En ik zie hier allemaal stro liggen. Ze liggen daar een beetje lekker in. Nou, daar zie ik ze er niet in liggen. Waarom ligt dat hier zo? Het is eigenlijk voor een koe die, als die aan het bevallen is, dan zijn vooral ook de spieren, alles verslapt. Zo, dus hij heeft een goede bodem nodig om op te kunnen staan. Niet uit kunnen glijden en zo. Dus dan is een potstal een van de ideaalste stallen voor een koe om daarin af te kalven. En kan ik vandaag nog wat verwachten? Ja, ik ben bang van die. Niet? Nee, nee. Zonde. Ik had je graag willen helpen. Ja, nou, ook dat is maar je kunt het niet afdwingen. Hè? Het is net zoals een bevalling bij vrouwen ook. Het komt wanneer het komt. Kom maar, dan gaan we hier kijken. De kalfjes in de eenlingboxjes liggen. Ik ben wel benieuwd naar die van gisteren natuurlijk, die twee. Hè? Kijk, dit zijn ze. Dit is die van gisteren. Kijk, kun je zien, daar krijgt hij straks een nummer in. Dat wordt in 1 of 2 dagen moet je dat doen. Dat is een nummer dat hij krijgt, is hij geregistreerd voor heel Nederland. En ik zet er, want dit is een stierkalfje en die gaat dan eigenlijk voor de verkoop. En er zit 21 bij. Oh, die hou je niet? Nee. En waarom hou je hem niet? Ik melk geen stieren. Nee. Alleen koetjes. Dus die gaat gewoon eigenlijk naar de mesterij. En dit zal uiteindelijk dus bij iemand op het bord belanden? Ja, maar iedereen eet. En iedereen eet vlees en iedereen doet. Dus het moet ergens vandaan komen. Nou Cor, nou is er de laatste tijd heel veel discussie over het scheiden van de kalf van de koe. Dus veel mensen vinden het kalfje moet langer bij de moederkoe blijven, nu worden ze meteen weggehaald. Ja. Hoe gaat dat hier? Het kalfje halen we de koe weg. Hij is mooi schoongelikt, hij is drooggelikt door de moeder en halen ze weg. Dan is de binding nog niet zo erg. Laat je kalveren veel langer bij de koe lopen, dan is die binding. En dan wordt het veel moeilijker voor de koe om te scheiden. En voor het kalf ook. En hier. Hij drinkt goed, hij heeft naar zijn zin. We zorgen er goed voor. We weten dat hij melk op heeft, want dan is het ook nog niet te zien of een kalf wel bij de koe gedronken heeft. En nu is alles te controleren. Nou, hier zijn ze al wat groter volgens mij. Ja. Want hier komen ze dan, als ze daar vandaan ja, zijn, dan komen ze hier naartoe. In dat ook. En dit zijn dus allemaal de vrouwtjes die straks melk gaan geven. Ja, mevrouw. Ja, en van wie krijgen ze nu de melk? Ze krijgen nu de melk. Melkpoeder. Oh. Ja? Net als een baby dus. We voeren ongeveer een zak melkpoeder per dag. Maar, dus eigenlijk gaat de melk straks daar melk geven en er wordt poeder van gemaakt voor de kalfjes. Ja, maar poeder is verwarmd geweest. En daar is verdampt, dus vocht is eruit gegaan en dan zitten er geen bacteriën meer in. Als ik nou melk van de koeien zou geven, zou ik in die melk zou best ziektes kunnen zitten die ik overbreng aan mijn kalveren. Kijk, er zit hier. Achter zit een boiler, dat ze altijd warm water krijgen, warme melk. Die wordt hier klaargemaakt, komt het water erbij, poeier erbij en de kalf drinkt. Het is een cappuccino op maat. Het is een cappuccino op. En hoe vaak krijgen ze dat per dag? Ze kunnen 6 tot 8 keer per dag komen. Oh, ze komen zelf naar die automaat? Ze komen zelf, en daarvoor hebben ze ook een chip om. De automaat herkent het kalf, weet of die al wat gehad heeft. Moet je nog wel wat doen eigenlijk op zo'n dag, Cor?
Of gaat alles controleren. Automatisch? Controleren. Controleren. Eten maar, jongens. Mijn is het, hè? Gewoon dit gedeelte dat stimuleert dat ze gaan drinken. Nou, zij heeft lekker gegeten. Ja. Zullen wij ook maar eens een bak koffie doen? Nou, dat vind ik een goed idee. Goed idee, hè? Cor, is dat je andere hobby? Nee, skelter is wel leuk, maar dat is niet mijn hobby. We gaan nou naar de koffie. Oké, okay. Nou, er zijn boeren die hebben hele bijzondere hobby's. En daar gaan we even naar kijken. We mogen de deur even loszetten. Ja, die moet toch los doen. Ja. Zo. Zo. Dit zijn jullie speeltjes? Dit zijn onze speeltjes. Dat zijn onze speeltjes, ja. We zullen zien of we lopen. Dat is een mooi speeltje. Hoe hard kan die nou? Deze die loopt wel 25 kilometer. Ja, 28. 28. Maximaal. Nu hebben we er nog meer. Dit is mijn trekker, ja. Toen ik hier kwam, toen had hij twee trekkers. Dat was die Marciaris en een Belinder. Nou, een fantastische trekker. Dus dit was de eerste trekker die Wim had? Dit was de eerste, ja. Ja, we gaan er nog eentje halen. Hij heeft toen ook zo, hij heeft er een half jaar gestaan in. Ja, ik misschien maar ook nog zo goed, dat is zo sterk. Dat is wel mooi. Dat doet me goed. Dat is mooi, ja. Dat is mooi. Dat is mooi. Maar laten we die Belinder. Belinder van 55, die pakken we eerst. Maar jullie gaan er nog meer pakken? Ja, we gaan er nog meer pakken. Oh. Die is niet zo lelijk dat we hem heel mooi vinden. Wim, hoe kom je nou aan al deze trekkers? Die komen allemaal uit het loonbedrijf. Die is zijn overgebleven. En die kan ik niet wegdoen. Die blijven zolang ik er ben. Het loonbedrijf is naar een collega gegaan en een hobby is gebleven. En dat zijn deze trekkers. Waren dit vroeger nou ook machines om vrouwen mee te versieren? Nee. Die waren te nuchter. Ja. Ja, je moet ze eerst dronken voeren. Ja, dat is de modernere tijd. De oude tijd was niet zo. Nee. Trekkers kieken was er toen nog niet. Er waren niet veel trekkers nog. Nee. En tegenwoordig gaan ze met elkaar naar bed. En over 3 weken gaan ze weer scheiden. We willen nog een paar trekkers starten. Oh, nog een paar? Ja, die staan er wel gewoon ergens in de loos. Ja, toch gewoon heen. Ik dacht dat we er al waren. Ik hou wel van origineel. Het moet echt origineel blijven. Ze zeggen tegen mij van de club, Willem, waarom zet hij er nog niet 12 volt op? Nee, dat is niet origineel. Dat is 6 volt in die dag. 6 volt hol. Ze gaan een versnelling erbij inbouwen, dat het veel sneller gaat lopen. Ja, dat is niet origineel. Nee, ik ben geen purist, maar ik hou wel van puur. Dat is zo mooi, dat is zo mooi. Zoals het vroeger was. Zo'n oude tractor, dat is toch mooi. Daar kun je ook bij worden. Ik zit lekker bij Cor en zijn familie aan de koffie. Ik heb net de kalfjes al gezien en straks gaan we nog even verder kijken. Maar Cor, doe je dit nou eigenlijk allemaal alleen? Nee. Het is een gezinsbedrijf, hè? Ik doe het samen met VOF, met mijn vrouw. En sinds kort heeft mijn dochter de intentie dat ze het bedrijf over wil gaan nemen. Dus die is ook volop mee bezig. Verder. Want ik zie al, je hebt meer kinderen. Die hebben allemaal geen interesse?
niet helemaal de interesse. Wel altijd mee bezig op de boerderij, maar niet om het op te volgen. Ik heb 3 jongens en 3 meiden. Leuk gezin. En een beetje boer, zorg voor zijn eigen personeel. Wat krijg ik voor lekkers? Is abrikozencake met kokos. Zelf gemaakt? Ja, zelf. Heel goed. Lekker. Cor, wat heb jij hier nou voor gedaan? Nou, ik doe een van de belangrijkste dingen, opeten. Opeten? Ja. Elke dag? Nou. Nu gaan we naar de echte dames, toch? Ja, naar de dames. Naar de dames. Dan begint het echte werk. Kom maar, dan gaan we hierheen. Dan gaan we bij de koeien. Ik laat jou wel eerst gaan, dat lijkt me handig. Hij luistert goed naar je. Als je maar rustig blijft, dan kun je alles gedaan krijgen. Ja, met de rust, ja? Altijd, met alle dagen. Kijk, en dan is het gewoon het natte eraf. Dan haal je een beetje droog weer. Oh ja. En waarom moet dat? Nou, dat de koe mooi droog schoon ligt. En dan krijg je ook minder bacteriën dat die aan het uien komen. Dus de kwaliteit van de melk verbetert het ook. Dit is eigenlijk het bed opmaken. Het bed opmaken. Ja. Maar Cor, hoe gaat dat nu met eigenlijk? Als je de melk hebt, dan verkoop je hem. En dan? Wat voor bedrag krijg je daar nou voor? Nou, momenteel zitten we 24, 25 cent. Gemiddeld zo in Nederland. En is dat veel? Weinig? Dat is 12 cent te weinig. 12 cent, want dat heb je eigenlijk nodig om rond te kunnen komen. Om rond te kunnen komen en alle dingen betaald kunnen krijgen op je bedrijf. En wat gaan jullie daar dan nu aan doen? Is daar wat aan te doen? Dat is merkwerking en daar kun je niks tegen doen. Ze moeten eigenlijk onze merk die ze verpest hebben naar Rusland en China, die moet weer open. Want daar was onze afzet naartoe. En heb je daar goede hoop op? Ja, de Chinezen komen niet voor niks nog alle kwaliteitproducten hier in Nederland halen. Nederland is het land waar het goedkoopste en de beste kwaliteit voedsel ligt. En die naam zullen we niet zo snel kwijtraken, toch? Nee. En daarom zijn we nou ook box aan het schoonmaken, dat de melk goed blijft. Ja, dat maakt het verschil. Ja. Nou, dan werk ik nog even voor je door. Goed? Maar hier gebeurt het allemaal, hier wordt het geld verdiend. Ja, hier gaat het geld verdiend, want hier wordt de melk die de koe geproduceerd heeft, wordt van hem afgenomen en die kan ik verkopen. Wij hebben gekozen voor automatisering van het melken, zodat die tijd die daarmee bezig is, ik andere dingen kan doen. Ik moet wel controleren en het in de gaten houden, maar er zitten zoveel sensoren erin dat ik op mijn computer precies kan zien wat de kwaliteit van de melk is. En hoeveel komt er nu in één zo'n beurt uit? Gemiddeld tussen de 5 en naar 10 liter. Nou, jij zei net al, die melkprijs is gewoon laag. Wat doe je dan allemaal nog om het een beetje te bezuinigen eigenlijk? Hier ga je niet bezuinigen. Op dit apparaat niet? Het apparaat niet, maar ook niet op het voeren van de koeien. Want dan krijg je, als ik op het voeren van mijn koeien ga bezuinigen, dan krijg ik ze niet meer drachtig. Dan krijg ik eerder ziektes en de koeien, de weerstand gaat naar beneden. Dus ik krijg ook eerder uierontsteking en al die dingen. Dus je gaat niet op het voeren van de koeien bezuinigen. De basis moet gewoon goed blijven, basis moet goed zijn. Want dan krijg je een goed product. Ja, daar moet je mee zijn. En dan ga je de dingen eromheen ga je bezuinigen. Noem eens wat. Wat doe je dan? Goedkoper. Strooisel kopen. Je gaat ook veel meer dingen zelf doen. Niet meer uitbesteden. Al die dingen gewoon van, ja. Op den duur ben je zover, dan kun je niet verder bezuinigen. En dan is het jammer. En we zijn er altijd trots van dat we een eerste klas product kunnen afleveren. Want ik zeg maar zo, God staat bovenaan, dan komen de boeren en dan komen de burgers. Want wij moeten voor de burgers kunnen zorgen. En de burgers moeten zorgen dat wij goed voor hun kunnen zorgen. Want wij zorgen voor het eten en drinken. En daardoor hebben jullie dagelijks nodig. En daardoor hou je dat goede gevoel om toch elke dag je bed uit te gaan. Ondanks lage prijzen. Ja, ik toch ben trots dat ik toch boer ben. Nou, heerlijk verse melk, net gemolken. Dat hoort erbij bij de lunch. Nou, net vertelde Cor al dat het als boer soms lastig is om je hoofd boven water te houden. Er zijn daarom veel boeren die er wat bij beginnen. Denk aan een camping of een winkeltje. Jan Wieringa uit Doorwerth is een van deze boeren. Hij is een winkel begonnen en heeft inmiddels al 2100 vaste klanten. Nou, eet smakelijk allemaal, hè? Dank je.
Mijn boerderij is een biologisch dynamische boerderij met akkerbouw, tuinbouw, melkvee, vleesvee en dat allemaal rechtstreeks voor de consument. Biologisch dynamisch betekent dat we proberen zo diervriendelijk mogelijk te werken. Dus de horens worden niet van de koeien afgehaald. We werken zonder kunstmest, we werken zonder gewasbeschermingsmiddelen. We houden rekening met de kosmos. We vonden eigenlijk dat we naar de mensen toe moesten gaan. Dat we het voor de consument gemakkelijk moeten maken om op de boerderij te kopen. En dus met de boerderij naar de dorpen en de steden toe om daar de mensen het aan te bieden. Wat wij doen is in zekere zin uniek. Wij verkopen dus in winkeltjes in de dorpen rondom ons heen. Hè, waar wij een koelcel hebben staan, waar de consument zelf, dus echt de zelfbediening met de sleutel naar binnen kan. En dat is uniek. We zitten nu zo'n 1500 adressen die actief, dus bijna iedere week spullen meenemen. En dat is dan in Wageningen, Bennekom, Renkum, Ede. Dus echt zeg maar, in een straal van 10 kilometer rondom de boerderij. Dat is onze klantenkring. En dat willen we eigenlijk ook zo houden. Dat het gewoon echt heel nabij de boerderij blijft. We overwegen wel Arnhem. Nou, dat is 5 kilometer verder. Dat zou in één keer een flinke potentiële groei kunnen betekenen. Maar daar moeten de koeien maar weer bij kunnen houden. Hè? Dus tot nu toe de afgelopen 4 jaar. De kudde is gegroeid en de klantenkring is gegroeid. Vanuit de consument is er heel veel belangstelling en we merken ook steeds dat er meer belangstelling komt vanuit de rest van de maatschappij. Dus vanuit de wetenschap, vanuit het bedrijfsleven, restaurants die graag onze producten willen hebben. Over 10, 20 jaar dan denk ik dat een groot gedeelte van de landbouw in Nederland biologisch is. En het grote voordeel daarvan is dat het de natuur en onze leefomgeving zo weinig mogelijk beïnvloedt. Dus op die manier hebben we een gezonde landbouw. Net heerlijk gegeten aan de boerentafel van Cor, hier op zijn boerderij in Ophemert. De toekomst van zijn bedrijf ligt in handen van zijn dochter Janneke. Kijk, zijn biesten is van de eigen moeder. Is knalgeel. Geel, hè? Ja. Je mooi zien. Lijkt net vla. Ja, precies. En hoeveel moeten... Alles. Alles? Oh, dit is voor één kalfje? Ja. En hoe vaak krijgen ze dat op een dag? De bedoeling is dat ze zoveel mogelijk, en vooral de eerste dag, dat ze minstens 2 liter krijgen. En dan elke 2-3 keer per dag 2 liter. Dus dat ze 6 liter op een dag drinken. Moet ik er nog meer? Nou, zet hem maar neer. Dan mag je hem eventjes aan de speen zetten. Zet Emma maar op de grond. Okay. Maar dit is dus echt waarvan je denkt, ik moet dat bedrijf gewoon over gaan nemen. Dit wordt mijn toekomst? Omdat ook als familiebedrijf. Dus je bent hier geboren, je bent hier opgegroeid. Dat is gewoon hartstikke mooi als je dat voort kan zetten ook. Van ja, het is een stukje historie, maar ook een stukje thuis. Dus gewoon maar echt thuis. En, maar het schrikt je niet af? De verhalen ook van je vader, dat het gewoon soms heel hard is en moeilijk? Het maakt mij niet uit dat ik hard moet werken. Dat is geen probleem, maar dat ik niks verdien, dat vind ik wel veel moeilijker. Dat ik gewoon straks geen geld heb om mijn vader uit te kopen, ja, dat is wel moeilijk. Ja, maar nu je denkt gewoon, ik ga er wel voor. Ja, je gaat er wel voor. Je gaat proberen om het goed te kunnen laten werken. Maar dat is de vraag, als de melkprijs zo laag blijft, dan kan het niet. Wordt die wat hoger, dan zal het misschien kunnen. Zo, we hebben ze allemaal gevoerd, allemaal melk. Is er nog meer te doen? Ja, we moeten nog een paar kalfjes overhuizen. Dansende koe. Nou weet je ook waarom het touwtje erom is. Andere kant, kom maar. Ja. Jij loopt. Die. Daar. Oh, daar. Janneke, waarom worden de kalfjes nu eigenlijk hier neergezet? Nou, de veerijder die komt altijd op heel veel bedrijven. Die hem op komt halen. Ja, die hem op komt halen. En op deze manier hoeft hij eigenlijk alleen maar bij deze stal te komen. En niet verder over het hele bedrijf. Dus dan heb je minder kans op besmetting van andere bedrijven. Dat is echt voor de hygiëne dus. Ja. Nou. Nu gaan ze lekker dansen. Oké, laten we daar naar staan. Gaan we daar naar kijken. Ja.
Cor, ik heb een superleuke dag hier gehad bij jouw mooie bedrijf. Ik heb veel geleerd. Maar ja, de toekomst van dit bedrijf ligt in handen van Janneke. Hoe ga je dat overdragen? Nou, op een positieve manier. Hopen dat ze doorzet, dat de melkprijs goed blijft. En we hebben nog een neventak. En als ze die erbij blijft houden, dan is er toch buiten het agrarische gedoe toch nog een andere geldstroom die het bedrijf binnenkomt. Sinds 2001 zijn we hier met een recreatietak begonnen. Gewoon om een extra inkomstenbron buiten de agrarische sector te hebben. Ja, want dit zijn tenten waarin mensen dus kunnen slapen. Hier kunnen mensen slapen, kunnen ze recreëren, kunnen ze een weekend of een week blijven of nog langer. We laten ons bedrijf zien zoals het is. En hopen zo een soort ambassadeur voor de agrarische sector te zijn. Ja, een beetje uit de tijd van Otten Sien. Het is net een echte boerderij. Ja. Met een bedstee zie ik. Ja. Onthaasten. Bij de boer. Onthaasten bij de boer. Nou, ik bedstee. Zie dat er al goed onthaast wordt. Dus heel goed. Ja. Dat hoort erbij. Nou, dit lijkt me een goede afsluiting zo, toch? Op het boerenleven. Proost. Volgende week zijn we er weer. Dan ga ik op bezoek bij een andere boer. Tot volgende week. Cor, bedankt hè. Graag gedaan. Op de melkprijs, zullen we maar zeggen. Proost.